never catching us. Nou jongens, ik ben aangekomen in Kuala Lumpur. In mijn eentje dus, want Amy is naar huis. En ik heb net ingecheckt in het hotel slash hostel, zeg maar. Het is eigenlijk een hotel met ook kamers die met meerdere bedden hebben, zeg maar. En het is echt even wennen hoor, want niemand praat echt of zo. En ja, het is gewoon even kijken hoe en wat. Het moet gewoon even wennen, denk ik. Dus ik zie het allemaal wel. Dit gebouw is zo ontzettend groot en ik heb echt geen idee waar dat ik naartoe aan het gaan ben. Maar ik wilde zeg maar naar het zwembad dat boven op het dak zit, zeg maar. Dat je uitzicht hebt over de stad, alleen ik weet niet meer welke dat het is. Nou jongens, het gaat nu al fout. Yay! Nou jongens, ik heb voor het eerst in mijn eentje gegeten daarnet. En boodschappen gedaan en zo, eventjes. Boodschappen, gewoon een paar kleine dingetjes gehaald. Zodat ik me niet de hele tijd hoef te vervelen. En op zich bevalt het me tot nu toe best wel goed. Dus ik ben benieuwd naar de rest van de komende 2 weken. Ik ben trouwens, ik denk al, echt iets van 2 uur of zo in deze shoppingmall. En het is best wel leuk, dus dat komt goed uit. Nou jongens, ik ben alleen op pad. Het is eigenlijk al 2:30 geweest en ik ben echt pas net weg, zeg maar. Ik heb echt super, super lang uitgeslapen. En ik ben nu bij de Petronas Twin Towers. So pretty. En ik werd net al aangesproken door van die mannetjes. Die hebben dan zeg maar zo'n lensje dat je echt best wel goede foto's kan maken. En ik dacht eerst van, oh, daar heb ik echt geen zin in. Maar het maakt dus echt vet goede foto's, dus ik dacht, fuck it, laten we het gewoon doen. You the type of guy to write a song about. You lay back, nobody knows what's on your mind. We've been talking for a while now. Ik ben dus in een super lekker parkje, of een park, heel park. Want het is 34 graden en ik zweet me helemaal kapot. Het is echt niet normaal hoe warm het is. Jongens, je komt hier echt om van de winkelcentra. Het is gewoon niet normaal. Kijk dit. I love you, but I wish it wasn't true. Cause I know you think of her when I'm lying next to you. I love you, and I don't know what to do. Cause you can't get over her, and I can't get over you. Ik ben de hele dag nog niet heel actief geweest. Ieder had ik echt pas 3 kilometer opgelopen of zo. Dus het lijkt me een goed idee als ik eventjes ga sporten. Want dat hebben ze hier ook. Heb ik gisteren al gedaan en dat was echt super chill. Dus ik moet daar echt proberen erin te houden. Dit is zelfzaam. Wat je doet met mij. Hoe je voelt op mij. Mijn nergens anders is het zo. Het is vandaag gevoelstemperatuur 40 graden. En het is nu al 4:15 of zo. Ik heb echt heel de dag nog helemaal niks gedaan. Want het is echt zo niet vol te houden met dit weer. Wel lekker natuurlijk, alleen ja, je kunt gewoon echt bijna helemaal niks. Ik ben trouwens nu bij de Tianhu Tempel. Ik weet niet precies of dat ik het goed uitspreek. Maar daar ga ik nu even lekker rondje lopen kijken. Een half uurtje geweest. Als je alleen bent gaat het natuurlijk ook veel sneller, dan heb je het veel sneller gezien. En ik wacht nu op een taxi, zeg maar, om me terug te brengen naar het hotel en dan ga ik daarna even snel wat eten, want ik ga echt bijna neer. Het is echt zo heet, ik wil drinken, eten, alles.
busstation om naar Penang te gaan, moet ik 5 uur of 5,5 uur met de bus. En dit is echt gewoon net een luchthaven. Ik zal het laten zien. En dan zie je de gate. Oké, de busreis die viel hartstikke mee. Het is nu 5:30 en ik zit op de ferry te wachten om naar de andere kant te gaan. En ja, ik weet hoe lang het duurt, maar. Oké, jongens, ik heb net gegeten. En ik ben nu met een omweg terug aan het lopen naar mijn hostel. Maar ik heb het zo bloedheet. Het is 38 graden gevoelstemperatuur, terwijl het 7:30 s'avonds is. Het is niet normaal. En Vegan Island is online gekomen op Videoland, dus jullie kunnen wel raden wat ik nu aan het doen ben. Lekker Temptation kijken. En er zit zeg maar dus iemand nog meer op deze kamer, maar die heb ik dus nog helemaal niet gezien. En het is nu al 10:30. Dan zul je zien dat als ik straks ga slapen, dat er dan ineens straks iemand binnenkomt. Schrik mij helemaal kapot. Maar ik ben benieuwd, we gaan het zien. En ik ga daar ook even opzoeken wat ik hier de komende paar dagen allemaal kan doen. Want op zich heb ik me daar nog niet heel erg in verdiept of zo. Maar ik doe het gewoon vooral lekker rustig aan, want daar zijn deze 2 weken wel even voor. Oh, ik ben trouwens echt helemaal lek gestoken gewoon op mijn linkerbeen. Terwijl ik gewoon van dat spul gebruik heb daarvoor. Dus ik snap echt niet zo heel veel van, maar goed. Ik moet maar gewoon afwachten denk ik tot het, de jeuk weggaat ofzo. Dus wat denken jullie? Zit ik net op mijn bed een beetje Temptation en zo te kijken, wat ik dus net al heb verteld. Zie ik ineens in mijn ooghoek iets kruipen, dus ik denk echt, ik kreeg het echt al meteen heet. Ik denk van, dit ga je toch niet menen, wat is dit? Dus ik heb snel een foto gemaakt van dat beest. En ik dacht ervan, volgens mij is het een bedwans. Maar ik plaatste het even voor de zekerheid in zeg maar die Facebook backpackers groep, zeg maar. Nou, meteen al reacties dat dat natuurlijk is. Dus ik heel snel mijn spullen gepakt en naar de receptie gegaan. En gezegd dat ik dat er bedwans in mijn kamer zitten, wat ik echt vreselijk vind. Oh, ja. En nu heb ik al mijn kleren gegeven en mijn backpack die gaat die morgen uit laten wassen. Maar ja, het is gewoon echt fucking kut, want het is gewoon bijna, hoe laat is het nou? Het is 1:15, ik kan echt gewoon eigenlijk geen kant op. Maar ik weet eigenlijk niet zo heel goed of dat ik hier wel wil blijven zitten. Maar ik heb nu echt niet echt een andere keuze. Ik krijg in ieder geval een andere kamer in een andere verdieping en zo. Dus we gaan het zien. Nou mensen, ik heb toen net uitgecheckt hier, want ik kan hier niet blijven. Ik krijg netjes mijn geld terug en zo, dus ik heb nu een hotel geboekt waar ik daar naartoe ga. Het is nu 2:50 en ik heb net echt een uur of zo gedaan over mijn hele backpack opnieuw inpakken, want ze hadden mijn spullen zeg maar uitgewassen. En natuurlijk gewoon ja, zo erin gedaan, dus ik moest alles natuurlijk weer helemaal opnieuw inpakken zoals ik het moet hebben zeg maar. Dus ik ben nu even aan het wachten, want ik kan natuurlijk pas om 3 uur inchecken, dus ik denk ik doe maar gewoon lekker rustig aan en dan zie ik wel hoe de rest van de dag gaat. Het is niet te laat nu, dit is nog niet over, nee. Ik weet echt niet zo goed dat ik hier ga doen, een beetje rondlopen denk ik, maar ik ga niet echt heel erg veel doen vandaag, dus dan moet ik wel een beetje mijn tijd volmaken. Ik heb maar weer geld uitgegeven, alsof ik daar nou genoeg heb of zo. Nee, ik heb even een paar spulletjes gehaald, nagellak en een paar vijlen en zo, van die dingetjes die ik niet van thuis had meegenomen, maar eigenlijk wel handig is om te hebben. En de zonnebrand zou bijna op, dus die moest ik weer halen zeg maar. En nu ben ik onderweg terug naar het hotel. Ik ben dus de hele dag nog niet van de kamer af geweest. Het is al 5 uur. Ik ga ook heel de dag lekker niks doen. Ik heb dus straks even gesport dan. Maar verder ga ik niks doen. Ik heb net Mackie besteld. Yay. En nu ga ik heel de avond verder lekker Riverdale kijken.